Dit is echt een van de beste spelers van de wereld. En daar moet onze Bas nu lekker live tegen. Poison. Oh, hij verliest hem nog. Hij verliest hem net aan. Oh, nou. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Iets. Oh, dit is spannend, jongens. Ik vind dit echt spannend. Ja, daar is de remrijder. Daar is hij. Zep. Oh, hij doet dat. Oh, dat is slim. Zep. Kom op! Jongens, welkom bij een nieuwe video. Hier op het kanaal Floris. Laat even een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Voor vandaag de comeback van Bas, oftewel Sir Dutchie. En hij gaat het weer proberen. Hij staat nu volgens mij op nummer 9 van de wereld in een global toernooi. Wat gewoon extreem is. Dat is niet normaal. De vorige keer stond hij ook heel erg hoog. Dit is nog aan het begin van het toernooi. Maar alsnog echt niet normaal knap. En hij heeft weer, hij wil weer live in de video potjes gaan spelen. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus jongens, support hem even op Twitter. Zijn Twitter is Sir Dutchie CR. Staat ook in beeld, zeg maar. Dus alsjeblieft, ga even naar Twitter. Als je nog Twitter hebt. Want bijna niemand in Nederland heeft eigenlijk nog Twitter. Maar als je het nog hebt, volg hem eventjes. Zou heel erg fijn zijn. Want zonder hem zou deze video er niet zijn. En hij heeft ook wel ballen dat hij dit durft. Weer in live in de video. We zitten in de clan. En ik zeg nu even start. Ik zit even met hem dus in de clan. Hij heeft dus nu ook heel chill. Hij zit dus in het Dutch Corps eSports team. En hij heeft dus heel chill. Heeft hij even een clan gemaakt. Zodat je hem hier. Kijk, dit is dus het toernooi. Zodat je hem hier kan zien. En hij staat nu inderdaad op de 9e plek. 23-2. Niet normaal goed eigenlijk. Hij kan 5 losses halen. Dan is hij er zeg maar uit. Want je kan met dit toernooi 5 losses halen. Maar 23-2. Hij doet het eigenlijk gewoon beter. Hij staat eigenlijk, als je gewoon bekijkt op hoeveel losses hij heeft, is alleen Walker die het beter doet met 26-2. Voor de rest staat hij 23-2 en niemand staat hier. Oké, deze met ook 23-2. Voor de rest deze boy dan 22-1, dat is misschien iets beter. Maar hij staat dus gewoon echt heel erg hoog in dit global toernooi. Iedereen van de hele wereld mag meedoen en hij staat gewoon met onze Dutch, onze Nederlander staat. Oh god, oh nee. Deze boy zag ik net. Deze boy staat 22-1. Oh god. 23-2 tegen 22-1. Oh, damn. Ik ga er heel veel uit, want ik kan die eerste kaart niet zien. Hij glitcht een beetje. Oh, dit is niet normaal. Oh, dit is zo spannend. Ik vind het nu al gewoon serieus spannend. Gaat hij dit weer doen? Even kijken, de opnames staan aan. Stel, ik heb het opeens niet opgenomen. Zou het een drama zijn? Maar het staat allemaal aan. Daar ben ik altijd heel erg bang voor. Maar, Sir Dutchie speelt dus met... Ik denk dat het Giant Sparky is. Misschien is het wel Goblin Giant Sparky. Ik denk eigenlijk Goblin Giant Sparky. Ja, want anders had hier een Giant waarschijnlijk wel voorgedaan. Het is volgens mij Goblin Giant Sparky. Bam! Oeh, dit is een lekker hitje. Dit is een heel lekker hitje. Maar als Sir Dutchie deze wint, wint hij dus gewoon van iemand die 22-1 staat. En zelf staat hij dus 23-2. Dat is gewoon echt niet normaal goed. Heel slim nu dat hij de Goblin Gang doet. Want zijn tegenstander had net de Barbaren Barrel gebruikt. Dat is natuurlijk een soort log. Maar hij gaat er nu vol in en gaat hem gewoon pakken. Let's go, jongen. Hij gaat hem gewoon lekker pakken. Dit is denk ik wel binnen. Ik weet, ik ben de laatste tijd niet heel veel met e-sports. Dus ik weet nog niet echt welk deck die Arctic Antonio mee speelt. Dat weet ik. Als ik eerlijk, ik denk dat het gewoon Bridge Pad. Oh, het is Golem. Maar DJ Sweep heeft dus rustig. Dit is trouwens Sir Dutchie. Hij speelt op een ander account, DJ Sweep. Dat is ook zijn account, zeg maar. Maar in ieder geval, hij speelt dus tegen een Golem. Even kijken, jongens. Hoe gaat hij dit doen? Of trouwens, dit is helemaal. Volgens mij heeft hij zijn naam veranderd naar DJ Sweep. Volgens mij is dat het verhaal. Want heel veel mensen hebben nu zijn. Ik zat even te denken, waar komt DJ Sweep ineens vandaan? Maar dat is natuurlijk zijn naam die veranderd is. Want heel veel mensen, als het goed is, ik weet het niet zeker, maar heel veel mensen van Dutch Corps, ik hou het allemaal niet meer bij, hebben dus zijn naam veranderd met DC. Ik zeg DG trouwens, heel raar dat ik dat zei. Met DC, streepje en dan een naam. En ik denk dat dan Sir Dutchie dat naar DC Sweep gedaan heeft. Ik hou het allemaal niet meer bij, want heel veel mensen hebben dus zijn naam lopen veranderen. Eigenlijk moet ik het ook nog doen. DC Floris, ik heb het nog steeds niet gedaan. Ik moet het wel echt gaan doen, maar dit is echt pure dominatie. Sir Dutchie, ja, ik noem dat toch Sir Dutchie. Sweep, we doen wel even Sweep. Sweep, die houdt helemaal niks over van Arctic. Dit is gewoon niet normaal. Dus enorme dominatie. Die vet heeft helemaal geen schijn van kans. Kijken of we nog een leuke 3-crown bij kunnen doen voor de extreme dominatie. Dat gaat waarschijnlijk net niet lukken. Nee, dat gaat waarschijnlijk net niet lukken. Maar ja, hij heeft hem gewoon heel dik gewonnen. Hij staat nu 24-2. Nogmaals bedankt dat je dit dus wil doen voor ons. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar dit is gewoon een hele erge dominatie.
2-0 dus, bijna 3-0. Geen schijn van kans, terwijl deze tegenstander van hem gewoon 22-1 staat. Dus het is zeker geen slechte tegenstander. Het is zeker geen slechte tegenstander. Maar hij staat nu dus gewoon... Hij staat derde. Hij staat gewoon derde in dit toernooi. Niet normaal. Wow, GG. Kijk, er komen nu ook andere mensen joinen. Dan heb je trippelspel en dan win je het toch niet. En hij gaat gewoon lekker door. 22-2. We komen nu tegen Zivor. Dan ga ik altijd heel snel even scannen. Kijk, waar staat deze boy? Waar staat deze boy? Waar staat deze boy? Staat hij hier in de top? Zivor. Nee. Oeh, Boefmek is ook nu aan het spelen. Oh, al komt hij daar tegen. Nee, hij staat hier niet in. Dus bescheiden kan hij deze... Oh, nee. Wel. Wauw, volgens mij... Wacht even. Ik ben nu een beetje aan het kloten. Sorry. Nee, ik wil even kijken waar die staat. Volgens mij is het namelijk Zivor. Voor mij is het gewoon degene onder hem. Het is gewoon diegene onder hem. Die clan was gewoon nog niet gerefreshed. Maar dit is gewoon de boy die één plek onder onze Bas staat. Dat is toch ook eigenlijk gewoon niet normaal. Dit is toch... We hebben wel cadeautjes, jongens. We hebben vandaag wel echt een cadeautje. Gewoon... Oh, kop. 1-hit. Oké, hij doet die bats. Hij moest die bats wel even doen, anders was het te veel damage. We krijgen wel cadeautjes qua matches, jongens. We hebben net iemand die 22-1 staat. En we hebben nu iemand die één plekje onder hem staat. Dus deze moeten we winnen. We moeten deze winnen. Er kijken meer dan 1000 mensen naar deze wedstrijd. Dat is gewoon niet normaal. Het is Lavahound dus. Even denken. Sparky doet niks tegen Lavahound. Ja, dit is geen chille matchup. Ja, kijk, het vlagje gaat al. Dit is geen chille matchup. Want we hebben wel natuurlijk dingen tegen Lavahound. Maar... Het probleem is dat het allemaal makkelijk gepakt kan worden. Bijvoorbeeld Sepp voor de bats. Sepp voor de speergebolden. Dan is er nog... Ah, kijk die bats daar achterin. Dat is niet altijd... Ah, Sepp. Let's go. We geven de toren weg, maar we pakken de toren ook terug. Dus in principe, cool, pak die Lumberjack dood. Let's go. Dat is helemaal top. Nou, ik weet niet of het helemaal top is. Ik ben dan natuurlijk heel lang al uit eSports, dus ik weet niet heel goed... Wat matches, maar ik kan wel je zeggen dat dit wel heel lastig gaat worden. Het enige voordeel dat wij hebben, is dat de tegenstander alleen maar Skarmy tegen de Sparky kan doen. Dus als wij gewoon die Sparky de hele tijd kunnen gebruiken, nu gaat hij waarschijnlijk baby... Oh, hij heeft gewoon weer een zap. Oké, dat is wel chill. Hij heeft een zap dus, maar nu kan hij de rest niet meer zappen van ons. Dus ik zou nu Sparky hier rechts naast de toren doen. Gaat hij dat doen? Oh, hij doet hem links naast de toren. Ja, hij weet het waarschijnlijk wel beter dan ik. Maar hij doet hem dus links naast de toren. Even kijken jongens, wat gaan we nu doen? Goblin Giant ervoor? Ja, Goblin Giant ervoor. Oké. We hebben dus nog niet die Zap. Hij gaat... Of hebben we wel de Zap, dan vind ik dit heel raar. Want die vet aan... Oeh, hij kloont hem. Oh, dit is... Daar heb ik over gezien. Dit is die Lavahound clone deck. Dit is gewoon een enorm irritant deck. Dit is echt verschrikkelijk, dit deck om tegen te spelen. Ja, dit is denk ik klaar, ja... Oh, Zeppie. Nee, dit is klaar. Helaas. Het was ook wel een heel lastige matchup. In de zin van dat Bas helemaal niks had. Of nou ja, ja, niet echt iets chills had tegen die Lavahound. En natuurlijk, de Sparky was vrijwel nutteloos in deze matchup. Ik weet niet zeker of het eerlijk was in de zin van dat hij niet gewoon gesniped werd. Dat die boy onder hem niet zag van, hey, deze Bas speelt met dit deck. Ik heb een deck dat verslaat. Laat ik met dat deck spelen. Ik denk dat er gaande was. Kijken of je dat zegt. Ja, counter. Heel erg counter. Maar we gaan even kijken. 1 gewonnen, 1 verloren is natuurlijk zeker niet slecht. Als je bekijkt hoe extreem hoog. Hij staat gewoon nu 4e van de hele wereld. Hè? Dat is gewoon niet normaal. Hij gaat als het goed is nog 1 potje doen. We gaan even kijken. En ik ben zo weer terug als hij in een potje zit. Eindelijk. We moesten 8 minuten wachten. En holy shit. Dit is zo mooi. We hadden het hierover. Boefmek was ook aan het spelen. Hij speelt Lava Hond Kloon. En net verloren wij van de avondhond kloon. Dus wat ik dus zei tegen hem, weet je wat, Bas? Als jij nou gewoon gaat zoeken wanneer Boefmek ook gaat spelen. En dat hadden we dus gedaan. En nu komen we dus tegen Boefmek. En we hebben dus een counter, Bas heeft een counter gepakt tegen de avondhond kloon. Nou is Boefmek een van de beste spelers van de wereld. Deze man speelde met, hoe heet die, Surgical Goblin in het team. Met echt gewoon pro's in het... Oh, nee. Oh, nee, wacht even. Ik was even aan het stressen. Deze vent speelt met echt pro's in het team. Dat is gewoon niet normaal met wie hij allemaal in het team speelt. Deze vent, die speelde in CRL. Dat is het grootste Clash Royale toernooi ooit. Daar speelde hij in. Dit is echt een van de beste spelers van de wereld. En daar moet onze Bas nu lekker live tegen. Heel erg vet natuurlijk. En hij speelt dus, zei hij in Counter-Track, maar ik weet dus niet. Ik weet er gewoon heel weinig van. Ik weet niet eens wat hij... Ik denk dat er nog Battle Ram bij zit. Gok ik. Ik weet niet echt precies wat
wat zeg maar een Ramrider deck. Ah, oké. Ja, het zal wel. Ik heb geen idee wat dus, waarom dit een counter is. Tot nu toe nog. Ik weet niet wat de laatste kaart is. Maar het zal dus wel een counter zijn. Ik geloof hem wel. Gaan we dit zappen of is dat... Ja, we gaan dit zappen. Oh, kijk. Toren weg. Nice. Dan moeten we nog wel even die Lavahout verdedigen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Maar dat moeten we op een of andere manier wel gaan doen. Oh, we hebben de Verdedraak. Aha. Daar wordt het allemaal duidelijk dat dit een counter is. Moeten we dit natuurlijk nog wel stoppen? Gaat hij een Ice Golem? Hij gaat een Ice Golem droppen. Nice. Even kijken hoor. Dit is dus... Ja, dit is wel lekker. We hadden dit precies gepland. Alsnog op... Hij zei ook wel. Bas zei ook wel. Weet je, ik kan nu wel een counter pakken. Maar de kans is groot als ik alsnog gewoon verlies. Want dit is een van de beste spelers van de wereld. Dus ja, dat zei ik. Ja, weet je. We moeten gewoon doen. We moeten gewoon een risicootje nemen. En dan het risicootje. En bam, we gaan nu al in. We hebben de Zap ready voor... Oeh, hij gokt het mis. Nou ja, maakt niet heel veel uit. Kijken of we nu damage kunnen doen. We doen wel wat damage. Oh, kom op. Nice. Oké, dit is heel erg mooi. Dit komt goed. We doen eventjes de Pekka. De Pekka smiley. Hoppatee. Dit is heel gevaarlijk. Hij doet ook zulke rare dingen, die Boefmack. Die gaat hij opeens zijn Lumberjack Flying Machine klonen. En het werkt. Dat is het idiote eraan. Het werkt. Dat is het hele gekke er allemaal aan. Gaan we dit zappen? Ah, dat is een beetje zijn tactiek nu. We hebben nu dubbele zap. Oh, kom. Hit. Let's go. Oh, wacht. Oh, toch even. Oh ja, dat is natuurlijk gestimd. Oké, dat is een beetje tactiek nu van onze Boefmack. Maar dit is wel goed, jongens. Jullie begrijpen niet hoe goed deze boy is. Het is echt niet normaal waar hij nu tegen... Oh, hij lekt hem allemaal. Oké. Nou, die poison is wel heel erg handig natuurlijk tegen dat deckie. Maar het is alsnog heeft hij moeite natuurlijk, Bas. Want dit is zo'n goede speler waar hij tegenkomt. Oké, nu gaan we het afmaken, denk ik. Wat de hel. Dat... Wauw, dat had ik dus nooit gedaan. Maar het werkt natuurlijk wel, want het doet weer geen damage. Maar hij dus doet die Skarmie. Hij verwacht dus dat hij al komt met die Ramrider. Logisch als hij een Ice Golem zet en als hij een setup maakt. Maar dan toch doet hij... Ik vind het gewoon heel raar allemaal. Maar het werkt. Het werkt. En dit wordt even lastig. Kom op. Ja, oké. We killen die Flying Machine. Dat is wel heel belangrijk. Nu hebben we helaas dus geen Infernoak voor die... Die Lava Hound. Dus dat is wel eventjes stressen nu. Zept hij die bats? Nee, zept hij bats niet. Zept hij dat? Nee, zept dat ook niet. Dan moet er nu Ice Golem komen. Oké, hij poisoned. Hele slimme poison. Die poison was heel slim en heel erg nodig. Nodig. Zo, ik zeg nodig heel vaak. Nodig. Moet je kijken hoeveel mensen kijken. Er kijken gewoon letterlijk bijna 3000 mensen naar. Dat is gewoon echt niet normaal. Ik snap nu dat Bas hem echt schijt in zijn broek nu. Want dit is natuurlijk gewoon echt enorm spannend. Ook gewoon tegen wie die komt nu. Het is gewoon niet... Oh, dat had die vent natuurlijk voorspeld. Oh, nu wordt het wel heel lastig. Oh, als hij nu Lavahout heeft. Heeft hij Lavahout? Ja, hij heeft Lavahout. Oké, dan moet die Flying Machine dood. Die Flying Machine is dood. Nu heeft hij geen... Dit is dus het hele stress situatietje. Hij heeft nu niks voor die clone, ja. Hij heeft de Ice Golem net weg. Oh, hij heeft Zap natuurlijk nog. Top. Damn, wat is dit spannend. Oh, mijn god. Wat had ik nu gedaan? Ik weet het niet. Ik had nu even opgebouwd. Ja, even lekker achterin. Gewoon even lekker rustig. Lekker chill. Ice Golem ervoor en dan bats. Ja, oh kijk, top. Hij haalt waarschijnlijk die bats. Oh, poison dit. Oké. Waarschijnlijk gokte hij dat die vent bats kwam. Nu komt hij waarschijnlijk bats. Dan hebben wij een poison. Oh ja, we hebben geen poison meer. Ice Golem. Poison. Oh, hij verliest hem nog. Oh, hij leeft nog. Iets. Iets drop. Oké, we hebben nu nog één kans. We hebben nog één verdomde kans. Misschien komt er Flyman. Nee, Flyman kan niet in het midden komen. Daar is de babydraak. Daar is Lumberjack. Daar is de Skarmie. Daar is dit. Top. Nu komen. Nu Ramrider. Nee, nog steeds niet. Oh, dit is spannend, jongens. Ik vind het echt spannend. Ja, daar is de Ramrider. Daar is die. Zap. Oh, hij doet dat. Oh, dat is slim. Zap. Kom op! Jongens! Damn! Ik ben echt bang dat dit is opgenomen. Niet normaal dit, jongens. Nu moeten we hem volgen op Twitter. Laag alles.
Hij moet bijna alsnog. Volg hem op Twitter. Sir Dutchie CR. OP is deze man. Hij staat nu dus derde. Dat is niet normaal. Wat een mooie video. Ik zie me de volgende video. Bedankt voor het kijken. Niet normaal. En tot dan, mensen.